vandaag het derde en laatste deel van de documentaire Mikey over de gewelddadige dood van Bredanaar Michael Rechtien. Hij werd in maart 2011 vermoord door een huisgenoot. In het laatste deel wordt geprobeerd een beeld te schetsen van de dader en volgt ook zijn veroordeling. Ik woonde hierboven. Dus daar die flat daarboven, in de hoek. En Mathieu was op een gegeven moment dakloos. Daardoor heb ik hem tijdelijk woonruimte verschaft, klopt. We hebben elkaar een keer vluchtig ontmoet. En op dat moment was ik best wel sympathiek over. U hebt terecht gestaan op de verdenking dat u Michael Rechtien heeft vermoord, dan wel hebt gedood. Een verwarde persoon wel. Vergeetachtig, alcoholist sowieso. Hij werkte wel altijd veel, dat weet ik wel. Privé zat hij dan op zijn laptop met zijn vrouw en zijn zoontje op internet te praten. Dit kan toch niet? Dit is toch niet dezelfde knul die altijd bij ons kwam? Die netjes mevrouw zei, dag mevrouw, dank u wel. Dit is niet diezelfde gast, dat kan niet. De rechtbank acht dus de doodslag wettig en overtuigend bewezen en niet de moord. Wat wij vernomen van Michael dan in ieder geval, en dat was dat de huisgenoot steeds meer ging drinken. Achter ging staan met zijn huur en ja, Michael die zorgde dan iedere keer dat er bier voor hem was. En dan werd er op een avond een complete tray bier leeg gedronken. U hebt zich schuldig gemaakt aan doodslag. Door met een hamer herhaalde malen op het hoofd van Michael Rechtien te slaan, hebt u hem zeer ernstig schedel- en hersenletsel toegebracht, waardoor hij is overleden. Nou ja, voor de rest had er eigenlijk nooit een kwaad woord voor over. Alleen op het laatst merkte je gewoon van Michaels kant dat er wat irritaties op begonnen te spelen qua opruimen, zijn drinkgedrag. De huisgenoot is even een paar weken afwezig geweest omdat hij op verjaardagsbezoek was bij zijn zoontje. Maar Michael was toch wel heel erg gelukkig dat hij toch weer terugkwam. Ze waren als broers voor elkaar. In het bijzonder rekening houdend met de gruwelijkheid van de daad acht de rechtbank het opleggen van een gevangenisstraf van 10 jaar op zijn plaats. Michael leefde een teruggetrokken bestaan en had geen grote vriendengroep. Hij was niemand tot last. De vraag waarom uitgerekend hij doodgeslagen is, blijft onbeantwoord. De dader claimt dat hij in slaap viel en pas wakker werd toen hij de hamer weggooide. Mikey was een goede jongen, waar geen greintje kwaad in zat. Wie herinnert zich zijn leven een jaar na zijn dood? Zijn familie mist hem, elke dag. Een handvol vrienden denkt aan hem, af en toe. Ja, Michael, daar zijn we weer. Dat is al een jaar voorbij. Alles van een jaar geleden komt weg. Dat is een film voorbij.
Michael had hier niet mogen liggen. Hij had toch helemaal niks gedaan, geen kwaad in de zin. Ik hoop dat ik ooit nog weet waarom, jongen. En dat de dader zijn straf krijgt. We blijven maar na houden. Hou doe mij toch. Ja, de dader is uiteindelijk veroordeeld tot 10 jaar cel. En de documentaire Mikey werd gemaakt door Jan-Ton van Hemert en Berthe van den Hurk.